Het is wel zo dat als jij iets wil bereiken, dat is denk ik wat je bedoelt. Als je iets wil bereiken in politiek, dan moet je wel samenwerken. Ja, maar er is niet eens in het begin gezocht naar meer gelijkgestemde partijen. Maar er is al heel snel gekeken door GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Oh, wat moeten we doen om het CDA en de VVD mee te krijgen? En dat is voor die partijen die al decennia lang juist maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan traineren. Is dat heel positief. Want nu willen heel veel mensen dat er iets gebeurt aan klimaatverandering. Dus die partijen die hebben nu een heel mooi, ja, een prachtig initiatief waar ze mooi mee kunnen shinen. Van kijk eens ons met die klimaatwet, wat we goed bezig zijn. Terwijl het bijvoorbeeld ook is gezegd door minister Wiebes van, bedrijfsleven, jullie hoeven je geen zorgen te maken over jullie concurrentiepositie. Alles kan eigenlijk gewoon doorgaan als business as usual. Dus dat zegt ook wel iets over de inhoud van die wet. Dus ja. Het is een heel mooi, het ziet er prachtig uit. Ja, we zijn groen bezig, klimaatwet. Maar tegelijkertijd kun je echt afvragen van, ja, wat gaat dit nou eigenlijk veranderen? En daarom komt de Partij voor de Dieren dus met een andere klimaatwet. Klimaatwet 1.5. En daarin staat dus wat er wel nodig is om die doelen van Parijs te halen.